Goran M., de moordenaar van de Nijmeegse Maya Braderich, is vrij. Hij is al sinds eind januari op vrije voeten, maar het nieuws is nu pas naar buiten gekomen. Goran M. vermoordde de 16-jarige Maya in 2003 samen met enkele vrienden. Annemiek Schakelaar, jij volgt de zaak al sinds het begin. Goran is nu dus vrij. Heeft hij ook helemaal geen straf meer? Jawel, hij heeft nog wel straf. Hij is toen 10 jaar geleden veroordeeld tot 10 jaar cel met TBS en dwangverpleging. Nou, dat betekent dat die dwangverpleging, die is er nu af. In januari heeft het gerechtshof besloten, dat hoeft niet meer, die verplichte behandeling. Er zijn wel voorwaarden aangesteld. Zo mag hij zich, nou ja, hij mag ze natuurlijk niet misdragen en al die gangbare voorwaarden. En een bijzondere voorwaarde is dat hij zich niet in Nijmegen mag begeven, daar waar de ouders van Maya Braderich wonen. Maar er is gezegd van ja, er is eigenlijk geen stoornis meer aanwezig. Hij vertoont eigenlijk geen apart gedrag meer. Hij heeft zich goed gehouden in detentie. Ook op het begeleid en onbegeleid verlof ging het heel erg goed. Dus eigenlijk kan hij onder deze voorwaarden gewoon wel vrij rondlopen. De moord op Maya Braderich choqueerde in 2003 heel Nederland. De VWO-scholiere van 16 werd door haar eigen vrienden tijdens een autorit door Nijmegen gewurgd. Daarna staken ze haar lichaam in de Uiterwaarden in Bemmel in brand. Naast straffen voor een vriend en een vriendin die erbij betrokken waren, werden de hoofddaders, Ferdi Ö en Goran M., veroordeeld voor moord. Een duidelijk motief daarvoor hebben ze nooit kunnen geven. Ferdi kreeg 12 jaar cel en is weer vrij. Goran kreeg 10 jaar cel en TBS. Annemieke, de ouders van Maya, hoe hebben die gereageerd? Ja, die zijn echt helemaal van slag. Ik heb nog altijd contact met ze, omdat ik deze zaak al zo lang volg. En eigenlijk wat me het meest geraakt heeft vandaag is het enorme contrast tussen het gesprek wat ik met de moeder van Maya Braderich had, die gewoon zo van slag is door dit nieuws, door het idee dat ze gewoon de moordenaar van haar dochter tegen het lijf kan lopen. Hoewel ze zich ook wel realiseert dat dit er natuurlijk aan zat te komen. Maar ze is ook niet, ja, ze zijn 2 weken geleden geïnformeerd, terwijl er al wel overleg is geweest met de gemeente, met de wijkagent. Zijn zij eigenlijk daar totaal niet in begeleid dat hij al sinds januari weer rondloopt. Dus daar die enorme verslagenheid, het verdriet wat nog steeds mee in bakken door de telefoon komt. En dan in de rechtbank, daar zag ik zat bijna naast Goran M. Ik zag hem voor het eerst niet als gedetineerde binnenkomen, maar als een fris geschoren jonge man met een vriendin. Hij heeft ook een dochter, ziet er goed uit. Het straalt een en al levendigheid uit. En ja, dat contrast, dat raakte me wel echt vandaag. Ja. De rechtbank besprak verder zijn TBS. Wat is daar uitgekomen? Ja, de uitspraak is pas over 2 weken. Maar eigenlijk wordt dus nu gezegd van ja, die dwangverpleging is er af. Maar hoe moet het nu verder met de TBS? Een advocaat zegt, nou jongens, er is geen stoornis meer. De deskundigen zijn het erover eens dat hij zich heel goed heeft gedragen. Wat is dan nu de reden dat deze man niet volledig op vrije voeten mag? Nou, het Openbaar Ministerie heeft ook vorig jaar al het beëindigen van de TBS weten tegen te houden. En zegt ook nu weer, ja weet je, we willen toch nog wel iets langer testen hoe die zich onder onbegeleid verlof, het nu in de samenleving, zich toch echt goed houdt. En wij vinden dat die TBS nog even verlengd moet worden. En de rechter beslist over 2 weken. Annemieke, dankjewel.